Nou ja, dat is eigenlijk ontstaan toen ik bij familie in het Midden-Oosten was. En die waren allemaal super liefdevol. En ineens stelde ik mezelf de vraag van... zouden deze mensen plots minder van mij houden als ik op mannen zou vallen? En dat geloof ik niet. Ik weet wel dat het problemen zou opleveren. Alleen is het wel het beeld wat we altijd in de media zien. Als het gaat over de MENA-cultuur, dus Middle East en Noord-Afrika... en dan dit soort onderwerpen, dat het lijkt alsof je maar twee oplossingen hebt. Je kiest voor je familie of voor je geaardheid. Ja. En ik dacht, ja, wat als je beide wil? Mm-hmm. Wat dan? Daar zit een hele wereld tussen nog. Precies. Ja. Want je zegt problemen. Wat voor problemen zou dat dan opleveren? Nou ja, kijk... De dingen die we altijd in de media zien, dat mensen... maar voor mij is het grootste probleem de dialoog. Als je mensen individueel spreekt, zeggen ze allemaal... Oh, ik heb er geen problemen mee, maar ja, zij. En als je iedereen zo individueel spreekt, dan denk je ineens... Wie zijn zij? Ja. Ja. Hoe groot is het taboe eigenlijk op dit thema? Ja, ontzettend groot, omdat er niet, wordt totaal niet over gesproken. En... ja, kijk, en daarom is het ook heel erg belangrijk dat we deze film hebben gemaakt. Omdat we iets willen vertellen. En het is een verhaal wat tot nu toe nog niet is verteld en nog niet is vertoond. En wat Shariff ook zegt, dat gesprek is er gewoon niet. En het is of je kiest voor je familie of voor je geaardheid. En, maar wat er in het midden zit, dat wordt gewoon niet besproken. Dus,